Welkom bij Praten met Pepijn. Een programma waarin ik bekende mensen uit de film- en televisiewereld het hemd van het lijf vraag. En vandaag is de bekende persoon... Marcel Musters. Welkom Marcel. Welkom. Eerste vraag. Waar kan het publiek jou van kennen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb veel dingen gedaan. Namen? Nou, Oud Geld, Hertekamp, Gooise Vrouwen. Ja, heel veel films. Dick Trom. En Penosa bijvoorbeeld ook. Ja. In Penosa speel jij een kooksnuivende, stoere gangster. Nou, gangster. Hij is een beetje de bijfiguur, maar ja. Hij wordt wel gevaarlijk. Ja. Hij is eigenlijk niet zo gevaarlijk. Echt stoer. Vind je het stoer, ja? Oh, nou, daar heb ik het niet op gedaan. Ja. Dat is wel grappig als je dat zo vindt. Ja. In het echte leven ben jij niet zo stoer, want jij bent homofiel. Want ik ben homofiel? hoor je wat je zegt? In het echte leven ben je niet zo stoer, want je bent homofiel. Ja. Hoezo? Ah, we kennen elkaar verder niet echt, geloof ik, hè? Dus je weet niet hoe stoer ik ben in het gewoon. Oh, dit is niet stoer hoe ik nu ben of zo. Nou, nee, maar ben je homofiel? Dat vind ik nog veel erger. Dat is alsof je... Ja, dat zeg je eigenlijk niet volgens mij. In het echte leven ben jij homo. Onder andere. In het echte leven ben jij acteur en homo. Maar jij speelt, komt op mij over, vrij veel stoere hetero-rollen. Ja. Hoe doe je dat precies? Gewoon zoals elke andere rol. Dus voor mij is het niet zo'n verschil. Ben jij homo? Nee. Oh, dat dacht ik. Nou ja, zeg. Nee, je speelt iets anders Je bent dan hetero. Ik ben... U. Dat deed je net bij mij, hè? Jij speelt iets anders dan je bent. Hoe doe je dat precies? Ja, je speelt altijd een rol, maar je neemt altijd jezelf mee. Tenminste, ik... Ik zie niet aan je, als ik naar jou kijk in Penosa, ik zie niet dat jij mannen pijpt. ik begrijp niet wat... Laat me de vraag anders stellen. Vroeger was je moddervet, nu ben je gewoon vet. Heeft dat je meer werk opgeleverd? Nee. Stel je voor, ik ga heel veel eten. Zoveel eten als jij doet. En ik word... Dik. Dik, ja. Zoals jij was, in Dick Trom. Ja. Krijg ik dan meer werk? Nee, ik denk dat jouw uitstraling... dat jij niet zo'n heel brede range hebt van spelen. Want je bent altijd... Tenminste, altijd. Zoals ik nu zie, een beetje onschuldig jongetje-achtig. Ja. Dus het lijkt me, je zou misschien wel een onschuldig stoer jongetje kunnen spelen. Maar ik denk niet dat je het soort rollen zou kunnen spelen. Time! Bitch! Carmen! Ik ben je broer! Nee, je moet het. Wat mij betreft moet je het eerst verinnerlijken. En dan naar buiten toe. Maar jij doet het volgens mij van buiten en dan. Nou, je gaat niet eens naar binnen. Althans, niet met deze zin. Maar dat zou ik je aanraden. Om even wat meer lagen... Kijk, een mens bestaat uit meerdere lagen. Elk mens. Hè? Ik werd... Je hebt meerdere lagen. Ja, dat valt nog wel mee. Het waren er veel meer. Ja. En je hebt anders ook voor zo'n jongetje... Ik weet niet, als homofiel aan me... Heb je wel eens een man gezoend eigenlijk? Nee, voor werk. Nee. Want jij vraagt aan mij, hoe is het om als homoseksueel met hetero? Nee, ik heb nog nooit een man. Zoenen met mannen. Let's zeggen dat dit een auditie is. En je bent nu een homoverleider en... Ja, dat is flauw. Hallo. Een huisje. Ken je homo's die zo hello zeggen? Ik niet, hoor. Maar jij doet vooral cabaret, geloof ik, hè? Of niet? Nee, ik speel ook in series. Je speelt ook series. Maar oké. Wij doen een scène. Jij wordt verliefd op mij. Je bent verliefd op mij. We hebben een korte relatie. Jij komt thuis en jij... We hebben een hele leuke avond gehad samen. Ook seksueel. En dat wil je eigenlijk nog wel een keer. En je komt thuis van je werk, je hebt net een optreden gehad, een rot optreden, want dat zei je net van tevoren dat je een optreden wat niet leuk was. Nou, neem dat mee. Dat soort dingen moet je meenemen. Ik neem het echte leven mee als ik iets speel, dus dat zou je ook moeten doen. Het lijkt nu alsof je alleen maar van de buitenkant dingen doet. Hoi lieverd. Kijk maar eens aan. Nee, serieus. Ik ben echt serieus. Hoor. Jij maakt er een soort grapje van. Ik ben serieus. Ja, Oké. Kijk maar eens aan. Nee, zeg even niks. Kijk gewoon aan. En je vindt me heel lief en lekker. En dan wil je me kussen. Hoe dan? Dan hoef je inderdaad te kijken naar die regisseur. Nee. Ja. Je komt thuis en je wil me kussen. Hey. Hey. Hoe,
Ik heb gerookt, dus dat moet je allemaal meenemen. Hè? Dat is heel smerig eigenlijk. En toch wil je mij kussen. Hoe was je dag, schat? Ja, het was best leuk. Ik heb de hele dag zo aan jou gedacht. Oh ja, ik ook aan jou.